Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik ga zo meteen eventjes langs bij Mas in de Lier. We hebben even een gezellig gesprekje samen, even kijken wat eruit komt. En ik heb net mijn make-up gedaan, maar ik vind het altijd vervelend als mijn wimpers nog nat zijn en mijn haar hangt er dan helemaal doorheen. Dus ik heb nog even deze band in mijn haar. Ik heb eventjes een drankje gemaakt om even op te drinken. Het is nu 10:00 en ik heb daar rond tussen 12:30 en 1:00 afgesproken. Ik ben net terug van dat gesprek. Het ging echt heel erg goed. En I got a new job. Echt helemaal leuk. Ik ging dus op gesprek bij Marcia en Lexi. Ze hebben een winkeltje bij Mas en Lex in de Lier. Ik ken Lexi eigenlijk al best wel lang. Ze zaten samen ook op de middelbare school. Alleen zij zat een jaar hoger mij. En toen ik een relatie kreeg met Stan, kwam ik weer een beetje die kant op. En zag ik Lex ook weer vaker. En toen laatst waren we toevallig voetbal aan het kijken. En hadden we het erover dat zij iemand zocht voor 2 dagen. En dat ik op zoek was naar een baan voor 2 dagen. Dus zo kwam het eigenlijk een beetje ter sprake. En toen ben ik er vandaag heen gegaan. En eventjes gekletst gezellig. En ik ga er nu 2 dagen in de week werken, wat ik echt super leuk vind. Zoals jullie weten is natuurlijk YouTube en Instagram en zo mijn echte baan. Mijn hoofdinkomen ding. Ik mis gewoon heel vaak gezelligheid om me heen en collega's. En gewoon met mensen werken. Dus ik vond het heel erg leuk om er iets bij te gaan doen. Toen vorig jaar ging ik natuurlijk bij Alex werken. Dat was 32 uur in de week. Maar dat was eigenlijk net iets te veel qua... Niet te veel qua... Ik vond het te veel werk, maar meer te veel als in YouTube ging er een beetje aan onderdoor. En Insta eigenlijk ook. Dus ik wilde geen 4 dagen. Nou, zij waren toevallig op zoek naar iemand voor 2 dagen in de week. En dat is voor mij eigenlijk ook echt perfect. Want dan kan ik de rest gewoon voor YouTube en Instagram houden. Wat ik alsnog heel erg fijn vind. En ik zal daar ook vast wel in de winkel mogen en kunnen filmen. Dus dat is natuurlijk alleen maar leuk dat ik jullie wel weer een beetje mee kan nemen. Ook in de dingen die ik doe op werk. Want dat deed ik bij Alex natuurlijk ook. De baan die ik hiervoor had. Op kantoor kon dat natuurlijk eigenlijk niet. En dit is natuurlijk wel gewoon heel erg leuk. Dus volgende week dinsdag heb ik mijn eerste dag. Ga ik er gelijk lekker naartoe. Helemaal zin in gelijk. Volgens mij wordt het echt een beetje een combinatie van alles. Dus in de winkel, webshop, social media, Instagram, TikTok zeg maar. Dus helemaal leuk. Echt heel erg zin in. Ik twijfel een beetje. Want ik wil eigenlijk even gaan sporten. Maar ik twijfel. Het is nu 3:00. 3:10. Nu kan het of heel rustig zijn in de sportschool of heel druk. En toen dacht ik, nou dan ga ik wel vanavond om 6:00, want dan is het EK. Dan is het sowieso rustig. Maar ja, misschien zijn er wel meerdere mensen die dat idee hebben. Die vanavond geen EK gaan kijken. Dus ik denk dat ik nu gewoon lekker ga en wil zien hoe druk het wordt. Ik weet echt niet wat mijn camera heeft de laatste tijd. Ik heb vanmorgen dus een stukje gefilmd en die is nu weer verwijderd. Gelukkig was het niet een mega boeiend stukje. Maar ik vertelde dat ze de vuilniszakken kwamen ophalen. In mijn vorige weekvlog kon je zien dat ik mijn kledingkast had uitgezocht. En dat er een bedrijf is die mijn kleding kwam ophalen en dat op Vinted gaat zetten. Echt super chill, want normaal doe ik dat altijd zelf. En dat vind ik ook best wel leuk om te doen. Alleen het enige wat ik echt haat is het versturen. En dan vooral met 30 pakketjes naar het postpunt moeten. En dan, ja, die man die kijkt me altijd al aan van, oh, heb je er weer met er mega veel pakketjes. 1 keer is er ook tegen mij gezegd, je mag er maar 10 per dag brengen. Dus ik ben blij, heel blij dat nu iemand anders dat gaat doen. Echt super chill en mega slim concept. Ik heb het huis al eventjes helemaal opgeruimd. Ik moet alleen nog even stofzuigen en dweilen. Maar ik dacht, dat doe ik vanavond, want dan blijft het langer opgeruimd. Want dacht, ik kom morgen thuis van vakantie. Dus dan vind ik het wel zo chill om het huis helemaal opgeruimd te hebben. Ik heb de was helemaal weggewassen, opgehangen, opgevouwen. Ook lekker schoon. Ze hadden de badkamer schoongemaakt. Keuken, wc, woonkamer. Dus alleen nog even stofzuigen en dweilen. Maar goed. Ik ben me nu even aan het klaarmaken. Want ik moet zo meteen laseren. En ik vraag me af of ik niet iets te bruin voor het laseren. Ik doe altijd mijn oksels en daar beneden. En op zich zijn dat natuurlijk wel plekken die gewoon soort van in de schaduw zitten. Ja, je hebt natuurlijk wel gewoon je bikinilijn daar aan de zijkant. Wat wel gewoon bruin wordt. Dus eventjes kijken wat wel en wat niet kan. En dan ga ik daarna gelijk door naar het kuppen. Want dat doe ik nu nog 1 keer in de maand. Dat deed ik eerst om de 2 weken. En dan 6 behandelingen lang. Dus 12 weken. En als je dat dan hebt afgerond, dan kan je het gewoon blijven bijhouden. Verder vandaag eigenlijk niet een hele spannende dag. Ik heb net mijn weekvlog erop gezet. En ik vond het wel eventjes lekker om even wat dingen in huis te doen. Want morgen ben ik eigenlijk ook heel de dag niet thuis. Want dan ga ik met Zoe naar Den Bosch voor mijn jewelry. Wat wel heel erg leuk is. Maar dan vind ik het wel lekker om vandaag even gewoon thuis te zijn eigenlijk. En lekker wat dingetjes te kunnen doen. Het is vandaag donderdag. Hallo. En wij zijn onderweg naar Den Bosch. Ja, ja. Den Bosch.
Want wij gaan bij met jullie. Volgens mij gaan we er zelf sieraden maken. Ja, wel leuk. Ja, ik vind ik dat ook wel leuk. We hebben ook allebei onze My Jewelry outfitje aan. My Jewelry sieraadjes. Oorbelletjes in van My Jewelry. Heel erg benieuwd. Hoe spreek jij het uit? My Jewelry. My Jewelry? Ja. Hoe zeg jij het? Ja, ik weet het nooit. Ik zeg elke keer wat anders. Ik zeg ook altijd My Jewelry. Vroeger zei ik altijd jewelry. Toen kon ik het niet uitspreken. Maar niemand kan het goed uitspreken. Nee, maar dat lijkt me dus best wel kut van zo'n naam. Ja, maar het is eigenlijk ook slimme marketing. Ja, net zoals Shein of Shine. Ja. Ik weet ook niet wat hij het zegt. We hebben een lekker sausijzen broodje gehad, want wij hadden uiteraard nog niet gegeten. Het is nu... Oh my god. Holy. Zo bijna op de film. Maar laat hem er ook niet even tussen. Zoe en ik gingen vandaag samen naar Den Bosch toe, want wij hadden een afspraak staan bij Atelier My Jewelry. Je kan dus sinds kort afspraken maken met bijvoorbeeld je vriendinnen om een middagje sieraden te gaan maken. En dat gingen wij dus ook doen, echt heel erg leuk. We hadden gekozen voor een bedelketting, dus we moesten eerst wat bedels gaan uitzoeken. En we hadden echt keuzestress, want ze hadden zoveel leuke dingen. Maar dit zijn ze uiteindelijk geworden. Toen gingen we de ketting op maat maken, kijken hoe lang we hem precies wilden. En toen konden we de bedels eraan gaan hangen. Hier kregen we wel uiteindelijk een beetje hulp bij, want dit ging niet helemaal goed de hele tijd. Maar uiteindelijk was het gelukt en is dit het eindresultaat geworden. Ook hadden ze een hoekje waar je sieraden kon laten graveren en dat ging ik ook doen met deze ring. Ik ging mijn initialen erop laten zetten en dit was echt oprecht binnen 3 seconden gebeurd. Echt heel erg blij mee, want dit is het eindresultaat. En een hele leuke dag gehad. Ik ben weer thuis, ik heb ondertussen al eventjes gedoucht en omgekleed. Maar ik heb echt zo'n leuke dag gehad. Ik ging dus samen met Zoe naar Den Bosch, naar het atelier My Jewelry. En daar gingen we dus zelf onze kettingen maken. Kijk, ik heb dus deze... Oh, het zonnetje zit niet helemaal goed. Ik heb dus deze... Hallo? Ja, bedelketting gemaakt. Echt zo blij mee. En ik heb dus ook nog een ring laten graveren met mijn initialen erop. Echt heel erg leuk. Ik heb mijn best gedaan wat leuke dingetjes voor jullie te filmen. Ik heb er ook een TikTok van gemaakt. Dus als je het iets uitgebreider wil zien, moet je die eventjes kijken. Maar ik heb echt een hele leuke dag gehad. Ik ben nu thuis. Ik ben net eventjes lekker gedoucht, omgekleed. Want ik voelde me een beetje vies. En ik heb lekker even avond gegeten. En Zoe die kwam dus met een serie. Of nou eigenlijk een documentaire. Vertel eens in de auto. Ondertussen eventjes een sapje pakken. Maar Zoe die vertelde dus een documentaire. Dancing with the Devil. Het gaat dus over een soort secte. Maar toen ze het vertelde, vond ik het echt heel erg interessant. Dus ik ga die nu kijken. Want ik heb verder toch niks meer te doen vandaag. Want ik heb die TikTok al bewerkt. Die heb ik opgestuurd. Het is 6:15. Dus het mag ook wel eventjes lekker wat kijken. Maar ik ben echt heel erg benieuwd. Hij staat op Netflix. Dus ik ga beginnen en ik ga je laten weten wat ik ervan vind. Het is vandaag vrijdag. En ik heb vanmorgen eindelijk mijn Zara pakketje opgehaald. Ik weet niet of ik dat in deze week vlog vertelde of vorige week vlog. Maar... ik kan mijn pakketje dus bij de Zara zeg maar laten bezorgen om af te halen. Maar dat afhaalpunt had dus een storing, waardoor ik het dus niet kon ophalen. Maar vandaag moet ik het eindelijk ophalen. Dus ik denk dat ik morgen een zomer shoplog ga opnemen. Want ik heb allemaal leuke nieuwe zomer items die ik heel erg graag aan jullie wil laten zien. En om deze week vlog geen shoplog te maken, dacht ik, ik ga er gewoon een aparte video van maken. Ik heb dit te leuke shirt aan van Atelier Magé. Met deze broek van... Fashion by Meslani volgens mij. Ik heb deze al best een tijdje. Maar volgens mij komt die van Fashion by Meslani. En deze oorbellen heb ik in. Die heb ik dus ooit op zo'n advertentie gezien op Insta. En toen besteld. En echt nooit meer kunnen vinden waar ik ze vandaan heb. Maar ik vind het zo heel erg leuk. En doe ik straks nog een zwarte blazer overheen. Vanavond is Feestweek in Monster. Dus daar gaan we gezellig naartoe. Vanavond met Is gaan we naar de Feestweek in Monster. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Even een gezellig avondje. Het is vandaag zaterdag. En gisteravond was iets anders gelopen dan... ik dacht, maar echt super leuk. Ik ging namelijk even met Is, gingen we samen een hapje eten.
En daarna gingen we naar de feestweek toe. En vandaag zou ik eigenlijk niet naar de feestweek gaan, maar ik ga toch wel. We gaan van tevoren eventjes bij iemand gezellig zitten. En dan gaan we daarna daar naartoe, want het EK speelt natuurlijk. Dus volgens mij gaan we dus het EK bij de feestweek kijken, want dat kan of zo. Dus ik ga me nu eventjes klaarmaken. Wat make-up op dit gezicht smeren. Ik heb wel mijn haar gewassen, maar ik moet nog een klein beetje bijfeunen. Ga ik richting Jill, want daar gaan we zitten. Dus helemaal gezellig. Even een spiegeltje erbij pakken. En dan ga ik even plamuren. Dat is nodig. Ik weet niet waarom ik de laatste tijd altijd haast heb, maar ik heb weer haast. En ik heb een babyverjaardag, want het kindje van Charissa en Owen, die wordt bijna 1. Superleuk. Dus daar hebben we zo meteen verjaardag voor. En we hadden dus eigenlijk met die beiden echt een heel leuk cadeautje. Wat een loopfietsje. Want dat begint dus een beetje stapjes en zo te zetten. Maar DHL heeft het kwijtgeraakt. Dus we hebben nu geen cadeautje om nu te geven. Maar we hebben wel eventjes een kaart erin beschreven. Dat het cadeautje eraan komt. Pff, zie je eruit. Gisteren hebben we EK gekeken. Was echt heel erg leuk. Nederland gewonnen. Dus dat maakt het sfeertje ook nog wel leuker. Ik ga nu een keer een kerst ophalen en dan gaan we richting die verjaardag. Ik heb dit pakje aan van Studio Amaya met deze tas erbij. En dan voor autorijden doe ik nog eventjes mijn sneakers aan. Maar voor daarna, als we echt naar binnen gaan, doe ik deze cowboylaars eronder. Dus die neem ik eventjes los mee. Ik ga die meiden ophalen. En dan gaan we naar de babyverjaardag. Ik voel me echt zo volwassen persoon dat ik op zondag een babyverjaardag heb. Maar goed. Het is vandaag maandag en ik heb me eventjes omgekleed. Want ik ga sporten zo meteen met Dag samen. En eindelijk zijn al mijn zomerpakketjes binnen. Dus als ik dan terugkom, ga ik me even helemaal klaarmaken. En ga ik een zomershoplook opnemen. Daar heb ik echt super veel zin in. Het is echt al heel lang geleden dat ik dat heb gedaan. Gisteren hadden we een verjaardag van Leo, superleuk. Maar ik heb er niet gefilmd, want er zijn natuurlijk allemaal familie van Charissa en Owen daar. Allemaal kleine kindjes, dus een beetje ongepast denk ik om dat te filmen. Verder heb ik Stan eventjes geholpen met zijn kledingkast uitzoeken en hebben we lekker sushi besteld. Dus dat was heel erg gezellig en leuk. Ik ga even op Dag wachten, want die gaat mee sporten. En dan, verder vandaag niet heel veel op de planning. Ik wil eigenlijk gelijk die shoplog ook eventjes bewerken. Ik ga even nu 2 batterijen in de oplader doen, want ik ken mezelf. Dan wil ik straks beginnen met filmen en is alles weer leeg. Dus ja, ik ga even goed voorbereiden deze keer. Ik heb vandaag voor jullie een mega grote shoplog. Ik heb echt super veel dingetjes verzameld. Er is sale geweest. Ik heb dingen bij de Zara besteld, nieuwe bikinis. Dus ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk om hier een aparte shoplog van te maken. En dat is ook alweer een tijdje geleden. Ik heb net de hele zomer shoplog opgenomen. Vind ik echt weer zo leuk om te doen. Dat was echt lang geleden dat ik dat heb gedaan. Maar als ik dat dan zo aan het filmen ben, vind ik dat echt weer heel erg leuk. En ik kreeg net ook een mailtje binnen dat ik weer nieuwe items bij Naked mag uitzoeken. Dus daar ga ik ook weer helemaal leuk een aparte shoplog van maken. Ik ga het nu even opruimen, want na zo'n video is mijn kamer wel echt altijd een mega bende. En daarna ga ik denk ik eventjes naar de Albert Heijn even boodschappen doen, want ik heb zoveel trek. En ik weet niet echt in wat. Ik zie nu matcha staan. Ik ga denk ik even lekker matcha maken ook. Ja, maar eerst even opruimen.